Deel 5 is misschien net in de bioscoop, maar het origineel, de cultfilm, blijft deel 1. The Fast and the Furious. En ik mag vandaag spelen met twee hoofdrolspelers, de Supra en de Charger. En vergis je niet, de Charger ziet er dik uit, maar de Supercharger erop is gewoon nep hoor, die is geplakt. Maar er zit wel steeds een dikke V8 in. Voor de Supra geldt een ander verhaal. Turbo's erop, slangen eraan, het hele verhaal, 650 pk. Leuk. Wel gaaf, want die Charger is misschien niet echt, maar dit apparaat wel. Barst van het vermogen, afhankelijk van de turbodruk, 450, 550, 650 pk. We zijn nu nog in een rustig standje, maar voor dit kleine baantje staat het goed genoeg. De NOS-fles achterin, lachgas, ze werken echt. Eigenaar zei alleen, hij heeft het nooit gebruikt en hij wist ook niet of hij dat nog wel wil gaan doen, want hij is meer voor zijn verzameling, dus ik denk dat ik het maar niet ga proberen vandaag. Dat is jammer, maar even goed toch leuk. Auto best wel gaaf. Hij doet me nog meest denken aan de driftauto van Tim Coronel. Zijn 350Z, heb ik ooit in gereden. En ja, zelfde manier van vermogen leveren, pas hoog in de toeren zit het. En ja, de power, hij gaat dwars en je vangt hem mooi op. Het is allemaal wel, het is, ja. Op openbare weg is het wel heel wat met zo'n ding, maar om zo te spelen op zo'n terrein. Kijk eens even, het is echt zalig. De cameraman vindt het niet. Maar het geluid, de luchtdruk over de... Ja jongens, echt. Die sfeer van die film komt gewoon helemaal terug. Ik was bij 4000 turbodruk. Wat een snelheid. Ja, genieten. Nou, dit is een ander verhaal. Als ik harder dan 30 door de bocht ga, heb ik al onderstuur. Die supercharger werkt niet, maar de V8 heeft nog wel steeds power. En verder is er een verschrikkelijke zwabberpak. Ik heb geen gordels. Dus ga een beetje rustig aan doen. Ik ga voor.